wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit gezellig voor de kerstboom. Hoe leuk is dat? Ik ben echt zo excited over deze setting. Het is zo gezellig. I love it. Even just saying. Maar goed, wat ga ik vandaag doen? Ik heb vandaag een Christmas gift swap voor jullie. Nou, wat houdt dat nou in? Ik heb samen met Sabrina deze video zeg maar bedacht. Dit was vroeger altijd best wel een beetje een hype. Dat je dan zeg maar een swap ging doen. En dan ging je eigenlijk gewoon een soort van een pakket met allemaal spulletjes met elkaar ruilen. Nou, eigenlijk gewoon een soort van cadeautjes geven. En Sabrina en ik gaan dat nu ook doen, maar dan een kersteditie. Dus ik heb hier een hele tas vol van Sabrina gekregen met allemaal cadeautjes. Echt, het is zo leuk om dit te doen. En ik heb haar dus ook allemaal cadeautjes gegeven. Allemaal binnen een budget van 20 euro hebben we het gedaan. En ja, ik ga vandaag eigenlijk gewoon de cadeautjes uitpakken die Sabrina aan mij heeft gegeven. Ze heeft echt super veel erin gedaan. Echt super knap. Ik ben echt zo benieuwd. Holy shit. Voor de mensen die niet weten wie Sabrina is, lijkt me echt super onwaarschijnlijk. Aangezien ze echt bijna elke week wel in mijn vlog komt. Ik link haar kanaal in de beschrijving. Dus dan kunnen jullie haar kanaal ook gaan bekijken. Laten we beginnen met het eerste cadeau. Ik pak gewoon de eerste die ik zie. Ten eerste echt super leuk inpakpapier. Zo benieuwd. Het is zo leuk dit. Ik voel me echt een beetje jarig of zo. Oh my god. Oké, okay, even kijken. Oh, deze is zo leuk. Het is zo'n canvas bag. En oh, deze is echt zo super leuk. Er staat op Let's Travel met een wereldkaart. Oh, deze is echt mega leuk. Oké, dit is het volgende cadeautje. En ik ben weer heel erg benieuwd. Ze heeft het goed ingepakt. Dat wel. Oh, waarom kent Sabrina mij zo goed? Even serieus. Hou op met me. Een American Pancake Mix. Oh my god, waarom kent Sabrina mij zo goed? Zo lekker. Ik heb hier ook echt zo ziek veel zin in. Ik heb nu eigenlijk echt zin om dit straks te gaan maken. Oké, volgende cadeau. Oh, dit is, ik vind dit echt heel leuk. Dit moeten we vaker doen, Sab. Wat leuk. Ik vraag me gewoon echt af waar Sabrina dit vandaan haalt. Even serieus. Kijk, het zijn allemaal pennen met allemaal verschillende kleurtjes. Ja, weet je, Sabrina en ik doen natuurlijk allebei superveel met een bullet journal en zo. Dus dit komt voor mij gewoon echt altijd van pas. En hoe leuk zien deze eruit? Even serieus. Volgende cadeautje. Dit is ook zo leuk. Ik heb dit toevallig ook in de winkel gezien. Maar dit is echt zo leuk. Kijk, dit zijn van die, zeg maar van die zo'n draad met lichtjes en hangertjes eraan. Zodat je er foto's aan kan hangen. Hoe leuk. En ik heb er zelf batterijen bij gekregen. Nou, dat noem je nog eens luxe gewoon. Ja! Ik dacht dat het iets van een mok of een beker was. Maar deze is wel echt mega leuk. Weet je wat het is? Oké, nu komt er even een leuke story. Dit soort dingen, dat zie ik altijd in de winkel staan. En ik heb hier echt een mega zwak voor. Want ik wil dit eigenlijk altijd kopen, dit soort dingen. Maar mijn moeder, die wil het nooit. Die zegt altijd, Pam, je gaat het niet kopen, want je gebruikt het niet. En bla bla bla. Maar ik gebruik het wel. Alleen ze vindt het gewoon zonde als ik het koop. Maar dit ga ik sowieso naast mijn bed zetten. Want ik heb altijd water naast mijn bed staan. En hoe cute is deze? Oh, dit is ook altijd goed. Een peel-off masker. Ik ben ook echt heel erg fan van peel-off maskers. En dan zit er ook nog... Oh, dat rook ik de hele tijd. Ik denk, wat ruik ik nou de hele tijd in die tas? Er zit ook een mango bath bomb in. Oh, dat ruikt zo lekker. Oké, volgende cadeautje. Weer in een heel leuk inpakzakje. Yes! Oh, er zit nog iets in. Oké, wacht. Eerst even dit. Washi tape. Altijd welkom. En dan heb ik dit. Maar wat is dit? Lightbox keyring. Nee. Nee joh, hou op. Wat schattig. Het is een mini lightbox. Voor aan je sleutel. Hou op met me. Oh, en er zit ook nog een random candy cane in. Die hangen we aan de boom. Zo. Wel echt goed ingepakt. Het is een white hyacinth geurkaars. En echt, ik ben echt obsessief met geurkaarsen. Oh ja, Chino. Ja, sorry, maar even nog een keer. Sabrina kent mij zo goed. Ze heeft me winterthee cadeau gegeven. Ze kent me zo goed, want dat is de thee die ik altijd drink.
This is what friendship is, jongens. Ze weet gewoon precies wat ik, lekker en leuk vind. Oeh, zo leuk. Het is een setje van Bathroom Department met een scrub, een body wash en een body lotion. Hoe superleuk. Ik ben echt serieus heel blij. En ik ga denk ik serieus straks even dit maken. Want hier heb ik nu echt heel veel zin in. Nou, natuurlijk wil ik voordat ik de video afsluit Sabrina natuurlijk heel erg bedanken voor al deze superleuke cadeautjes. Ik ben er echt heel blij mee. En ze zijn echt allemaal superleuk. Echt leuker dan ik had verwacht. Ik had nooit verwacht dat jij zoveel leuke dingen had gevonden. Want ik vond het namelijk zelf heel moeilijk. Ik ben nog wat vergeten. Er ligt hier nog... het is me niet opgevallen. Maar oh, dit vind ik ook zo leuk. Kijk, dit kan je als haarelastiekjes gebruiken. En als je dan om je arm doet, dan ziet het er gewoon leuk uit. En ik vond het super leuk om dit te doen. Echt waar. Dit is echt iets heel leuks. En ja, ik weet niet. Het is ook gewoon goed, denk ik, om af en toe gewoon cadeautjes te geven aan je vrienden. En om dat dan op deze manier te doen, vonden wij zelf heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Aan het eind van deze video kan je doorgaan naar de video van Sabrina.